Yo mensen, welkom bij de allereerste aflevering van Treintalk. Jullie kennen mij wellicht van mijn YouTube-serie De Trein. Maar in deze nieuwe YouTube-serie wil ik juist een actueel gebied op het gebied van treinen met jullie gaan bespreken. Laat me vooral weten wat jullie van dit nieuwe concept vinden. Ik ben heel benieuwd. Oké, dan, laten we beginnen. Het allereerste onderwerp wat ik met jullie wil gaan bespreken betrekt de vliegmaatschappij Corendon. Deze vliegmaatschappij wil namelijk haar eigen treinverbinding gaan introduceren. Van waar naar waar dan, hoor ik jullie denken? Nou, van twee belangrijke luchthavens in Europa. Van Brussels Airport Zaventem naar ons eigen Schiphol Airport. Op deze manier wil Corendon meer reizigers van België richting Schiphol kunnen brengen voor de vluchten van Schiphol naar Curaçao. Maar andersom, van Schiphol naar Brussel kun je dan natuurlijk ook van de trein gebruik gaan maken. En als dit een succes wordt, wil Corendon zelfs een treinverbinding van Schiphol Airport naar Düsseldorf Flughaven gaan introduceren. Corendon heeft zelfs al nagedacht over de invulling van de trein. De trein moet gaan rondrijden in de kleuren van Corendon en moet ook een rijtuig gaan krijgen waarin de reizigers kunnen gaan genieten van cocktails. Dit is overigens niet de eerste keer dat een luchtvaartmaatschappij een treinverbinding wil gaan introduceren. In 1982 introduceerde de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa in samenwerking met de Deutsche Bahn de zogenaamde Lufthansa Airport Express. Deze treinen werden in het kleurenschema aangebracht van Lufthansa en aan de binnenkant kregen de treinen een interieur dat deed denken aan een vliegtuig. Mocht het plan van Corendon doorgezet worden, dan kunnen we dus iets verwachten wat hierop lijkt. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie van dit concept van Corendon vinden. Laat het me vooral weten in de comments beneden. En daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze allereerste aflevering van Treintalk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie bij mijn volgende video. Ciao!